Ja, er is een Chinese gezegde en dat luidt Sanglo Bengse. En letterlijk vertaald betekent dit geboorte, ouder worden, ziek worden en sterven. Het zijn onvermijdelijke fasen in het leven. En het leert ons ook om ons te berusten in het leven, ook wat betreft ziek worden en sterven. Maar aan de andere kant, je moet het lot ook niet tarten. En Chinezen proberen ook te vermijden openlijk te praten over de dood. Want dat zou misschien ook ongeluk kunnen brengen en de dood kunnen versnellen. En men vindt ook dat als iemand ziek is, dat je alles moet doen om weer beter te worden. Soms tegen beter weten in. En dat is misschien ook de reden om dat mensen vaak niet willen vertellen aan de zieke. Als er sprake is dat de aandoening eigenlijk niet meer te behandelen is. Dat wil men vermijden. Vermijden dat de zieke misschien de moed opgeeft en de levenslust verliest. Want je moet je best doen om beter te worden en de dood zo lang mogelijk uitstellen. Ja, volgens de traditionele Chinese cultuur is de familiezorg heel belangrijk. En de oudere generatie die verwacht ook dat de familie de zorg verleent als iemand ziek is. Het kan anders zijn bij de jonge generatie die hier opgegroeid is. Dan is het ook goed om te kijken of de verwachtingspatronen tussen die twee generaties wel met elkaar stroken. Als er nodig is, dan is het ook vaak zo dat de mensen in de kenniskring bijspringen. Het is om die reden ook vaak lastig om buitenstaanders toe te laten in de zorg. Als je als hulpverlener merkt dat de mantelzorgers zichzelf niet meer zo goed kunnen bijbenen. Dat maakt het lastig. Naast dat plichtbesef, de familiezorg, is het soms ook zo dat de taal een barrière is om Nederlandse zorgverleners bij de zorgverlening te betrekken. Dat de taalbarrière is een probleem. Bovendien het eten. Chinezen hebben hoge eisen wat betreft eten. Een opname in een verzorgingshuis of een ziekenhuis wordt vaak ook het eten als heel negatief ervaren. Dan brengt de familie vaak zelf bereide eten mee als het erop aankomt. Ja. Nou, over eten hebben we ook een gezegde, man yi sik wai tin. Dat betekent zoveel als dat het eten eigenlijk heel belangrijk, het belangrijkste is in het leven. Niet alleen tijdens het gezonde leven, maar ook tijdens ziekte. En zelfs op een sterfbed. Het sterven op zich wordt beschouwd als een lange reis. En daar moet je goed voorbereid op zijn. En betekent dat als mensen ziek zijn, dat de familie, de verzorgende, ook heel veel aandacht besteedt aan het eten. En heel graag wil dat de zieke het eten tot zich neemt. Zelfs als iemand eigenlijk geen trek meer heeft of misschien ziek en misselijk wordt van het eten. En dat is goed om te beseffen waarom men dat doet. En het is soms lastig om de familie met al hun goede bedoelingen te overtuigen om de zieke persoon niet te dwingen tot eten als hij dat niet meer aan kan. Nou, men wil liever niet thuis sterven, omdat men denkt dat de geest misschien in huis blijft ronddwalen. Het ziekenhuis is een goede plek om te sterven. Bovendien is het ook zo dat men
nog heel vaak de verwachting heeft, de hoop heeft, dat als iemand in het ziekenhuis opgenomen ligt, dat er misschien toch nog een behandeling mogelijk is. Wat we dus vaak zien in de laatste fase, in de terminale fase van een patiënt, is dat de familie toch op aandringt om iemand in het ziekenhuis te laten opnemen. Ook al kan het ziekenhuis misschien helemaal niets meer bieden aan de patiënt. Vaak is men er ook niet op de hoogte van de hospices. Dat ook een optie is als iemand terminaal is en daar opgenomen kan worden om te sterven. Euthanasie is het actief beëindigen van iemands leven om hem uit zijn lijden te verlossen. En dat is voor Chinezen heel moeilijk te accepteren, omdat het actief beëindigen van iemands leven voor Chinezen not done is. Men hoopt op een zo lang mogelijke leven, zelfs als iemand lijdt. En daarom is het heel lastig om euthanasie te aanvaarden voor Chinezen. Daarentegen palliatieve sedatie, dat is denk ik voor Chinezen veel makkelijker aanvaarden, omdat iemand overlijdt aan zijn ziekte. Alleen dat begrip is niet zo heel erg bekend onder Chinezen. Dus het is wel heel goed om de mensen daarover te informeren als mogelijkheid.